1 oktober 2019. Ik sta hier voor de Fokker Terminal in Den Haag. Arthur Hayes staat op het punt te beginnen. Ik ben heel erg benieuwd naar wie er exposeren, welke galeriehouders, welke kunstenaars. Let's go! Goedendag, ik sta hier op Art de Heek 2019 Echo. Echo. Hallo. Goedendag. Hallo. Hallo. Wat gaat er gebeuren? Wij zijn hier op Art de Heek met ons collectief Pop in Art. Ja. En we gaan hopelijk heel veel kunst verkopen. En deze kunst is dit keer allemaal rond. Omdat het thema van de beurs vrouwen in de kunst is 100 jaar kiesrecht. Vrouwenkiesrecht. We hebben ons laten inspireren door de vrouwelijke vorm, de ronde vorm. En we hebben ook de loonkloof gedicht. Wiens idee was dat? Dat was niet mijn idee, dat was het idee van Ben. En Ben zit daar. Wel origineel dat het idee van een man komt. Ja, dat maakt het extra leuk. Want... En misschien is het wel leuk om Ben erbij te halen. Ik hoor nu net dat het idee komt van een man, van Ben. Ik vind dat verbaasd. En het is al een paar weken geleden aangekondigd. Hebben jullie al reacties erop gehad? Ja, sommige mannen vinden het oneerlijk. En dat klopt. Dat is ook oneerlijk. Dat is de loonkloof ook. We hebben een leuke test. De gendertest. En de vraag is aan jou als bezoeker. Ja. Kan jij aan het werk zien wat hier hangt? Of dat gemaakt is door een man of een vrouw? We staan hier bij Museum de Buitenplaats bij, wat is uw naam? Bij Patty Wageman, ik ben directeur van het museum. Het is volgens mij de enige museum hier, voor zover mij bekend. De meeste zijn galeriehouders. Ja. En wat is voor jullie de reden om hier op Art de Heek ook te staan? Nou, wij zijn een museum in het noorden van het land. En vorig jaar stonden we hier ook. En voor ons is het een uitgelezen mogelijkheid om... kunstenaars die wij goed vinden in het Westen te presenteren. En dat wil niet zeggen dat die kunstenaars per definitie uit Groningen komen of omstreken. Maar gewoon kunstenaars die wij goed vinden, dat we die hier kunnen presenteren. Hetzij in de collectie, bij ons vertegenwoordigd, hetzij omdat we ze volgen. En wat is het karakter van Museum de Buitenplaats? Wij zijn een museum voor figuratieve kunst in de meest brede zin van het woord. En het is voor het eerst hier dat kunstwerken op Art de Heek hangen? Ja. Ja. Dus het is hartstikke leuk. Het zijn goede kunstenaars, goed museum. Dus ik voel me heel erg thuis en bevoorrecht. Ja. En Annemarie Buskers? Ja, klopt. Goeiedag. Wat is uw kunst? Deze hele grote portretten. Wat is het meest kenmerkend voor uw kunst? Dat je denkt dat het een foto is, maar het is alles behalve een foto. Want als je er langs loopt, dan heeft het relief. Is de opbouw opgebouwd met textiel. Dus de haren bijvoorbeeld van deze mevrouw zijn van vilt gemaakt. De blouse is van rubber en vilt in combinatie met verf. En dat doe ik om eigenlijk los te komen van dat plaatje van een foto. Als je op Facebook kijkt, dan heb je altijd zo'n profielfotootje. Ja. Met een donker, oningevuld gezicht. En dus eigenlijk wat ik voortdurend als leidraad neem. En dan ga ik mijn eigen mensen invullen. Dus ik ga het gezicht invullen in dat kadertje. En daarom zijn het ook eigenlijk allemaal pasfoto's. First, I will introduce myself. My name is Eric Hofstad. My name is Achieve. Achieve, okay. Yeah. What is the kind of art you sell? Which is the difference between you and other galleries?
Yeah, the difference is that, you know, I focus more on international artists, whether they are Dutch or American. They are international artists, and of course the artists will make use of very, very special materials, which you don't see everywhere. For example, she's come from Germany. These are all made from feathers. And it's also very beautiful to look at, to see. Also, very three-dimensional. This is a Matt de Brouwer. Matt de Brouwer makes a work in a kind of a three-dimensional effect using wood. And that's fantastic because his work is also recognized internationally. New York, Cologne, Düsseldorf, Paris, and London. This is where all his work is also represented. So it's one of the best artists, I would say, I show in my gallery. I want everybody to come here and have a look, to enjoy the beauty of culture and to enjoy the beauty of art. Thank you. Goedendag, ik sta hier naast de galeriehoudster van Contour Gallery uit Rotterdam. En wat verwacht u dit jaar van deze kunstbeurs? Veel leuke gesprekken, leuke mensen ontmoeten. En ook zaken kunnen doen voor mijn kunstenaars natuurlijk. Dit zijn sculpturen van Saar Scheerlings. En ze maakt sculpturen van stoffen die ze vindt, zeg maar. En daarmee creëert ze een soort van... totempjes, talismannen. Het is eigenlijk voor een hoop mensen iets anders weer wat het mag zijn. Het mag ook ingevuld worden door de kijker zelf. Dus precies. Er wordt wel een soort van insteek gegeven, maar de vorm is vrij open. Goedendag, ik sta hier op Art de Heek naast Annelien Kers van Galerie Kers. Welke kunstenaars vertegenwoordigen je nu? Op dit moment hier Mark Mulders, nieuwe werken. Nou, jullie kennen hem denk ik wel. En achter je, dit is van Don Quixote, zeg maar, de ridder. En die is van Karen Saxian. Karen Saxian? Ja. Ik heb Mark Mulders eerder gehoord, maar Karen Saxian voor het eerst nu? Ja, niet voor het eerst, maar op Art on Paper ben je daar geweest. Dan had ik die hele grote papieren sculpturen. Ja. Maar hier heeft hij het nu van aluminium gemaakt. En heeft de Rijksacademie gedaan. Wat maakt Art de Heek anders dan bijvoorbeeld andere kunstbeurzen als Art Rotterdam? Of waar ik je ook wel gezien hebt in het verleden? Hier is wel leuk. Ik heb een enorme grote installatie ook van Femke Schaap. Dus aan het begin. Dus ik vind dat Axel altijd wel leuke sideprojecten ook doet. Tot slot, volgens mij heb je ook koninklijk bezoek gehad. Ja. Hoe ging dat? Beatrix, die heeft een Mulderskamer, ja. Ja. Hartstikke leuk. Dan wens ik jou veel succes, Annelien. En dan tot de volgende keer. Dit was de preview van Art de Heek 2019, de eerste dag van de opening van dit grote kunstevenement dat bijna elk jaar groter lijkt te worden. En er waren veel verrassende kunstenaars, ook een paar verrassende bezoekers. Ik kan niet al te veel over zeggen, maar het was koninklijk bezoek, dat kan ik wel kwijt. En het is een enerverend evenement.